Hallo, mijn naam is Leen. Ik ben vrijwilliger bij de Kinky Star. En vandaag neem ik jullie mee in een van onze projecten, namelijk Jong Geduld. Yes, ik ben hier bij Sanne van de Kinky Star. Sanne, kan je een beetje meer vertellen over Jong Geduld? Jong Geduld is een opleidingstraject voor jonge bands, 18 jaar of jonger. We nemen nu eigenlijk mee een jaar lang in een traject met workshops, coachings, opnames, radio, kansen, noem maar op. Waarmee dat we nu eigenlijk proberen een professioneler voorkomen te geven in de muziekbusiness en meer verstand over hoe de muziekzaken werken. Vandaag is er een selectiemoment voor Jong Geduld. Er zijn dus een hele hoop jonge bands die daar eens een keer komen voorspelen voor ons en eens komen praten over wat dat ze uit een jaar Jong Geduld zouden houden. En dan gaan we hebben zien met welke 10 bands dat we volgend jaar een jaar aan de slag gaan. Ik ben Elke Brouwers, ik heet Pasidar. Ik ben al voor mijn 8 jaar bezig met hip-hop, rap. En waarom heb je besloten om mee te doen aan Jong Geduld? Ik wil een boodschap uitbrengen aan de mensen die het leven niet zien zitten. Want het is fucked up, ik ga er een einde aan het maken. Dat heb ik ook allemaal gehad en ik heb zoiets van mijn muziek kunt je dat allemaal doen. Dus ja, daarvan als dat dan wat meer in Gent of omstreken of zo gaat, gaat dat ook alweer door naar andere streken. En dan is iedereen een beetje hopen op mijn muziek. Ja, kan je je even voorstellen? Ik ben Quinte, van ABN. Hè, dus, ik ben hier dan vandaag gevraagd als jurylid voor Jong Geduld en dat doe ik met plezier. En waarom heb je eigenlijk meegedaan aan Jong Geduld? Punt 1 was, ik heb er niet aan meegedaan. Daarvoor ben ik veel te oud. Nee, laat maar lopen. Waarom? Omdat ze mij gevraagd hebben. Ik vind het wel belangrijk dat jongeren een kans krijgen, dat er een traject voor hun wordt uitgestippeld. Want los daarvan kunt iedereen wel studiotijd geven, maar ze gaan toch wel zelf moeten doen. Maar een beetje ondersteuning is toch wel belangrijk. Waarom hebben jullie gekozen om bij Jong Geduld mee te doen? Dus in principe was dat eigenlijk gewoon voor een beetje vooruitgang te boeken. Want wij komen van een boerenhol, daar ze je noemt. En ja, daar is er niet zoveel te doen van optredens. En zeker niet van mensen die we verder helpen in de muziek dus. Voor vandaag, ik heb me alleszins heel erg geamuseerd. Ik hoop dat jullie veel te weten zijn gekomen over Jong Geduld. En ik zie jullie volgende keer in de Kinky Star. Ciao!